Er waait een gure wind hier rond de Westerkerk. En dat is eigenlijk niet zo'n probleem, maar er waait ook een hele gure wind door Europa. Een anti-LHBTI-wind. En daar maak ik me echt zorgen over. Het is fijn dat we hier met elkaar zijn, want het gaat over iets heel belangrijks. Want hier in Europa, in ons Europa, worden mensenrechten met voeten getreden. En dat is onacceptabel en ik vind het verschrikkelijk. Hongarije werpt met een nieuwe LHBTI-wet zichzelf terug in de middeleeuwen. De vrijheden van jongeren die worden verder beperkt. Er mag op school, in de media, in reclames, in boeken, in films niet meer gesproken worden over homoseksualiteit of genderidentiteit. Dat is echt onacceptabel en verschrikkelijk. Want stel je eens voor wat dat met die jongeren doet. Dat je van jongs af aan de boodschap krijgt, jij mag er niet zijn. Wat jij voelt, accepteren wij niet. Wie jij bent, accepteren wij niet. En dat je klein wordt gehouden en alsof er gedaan wordt, alsof je niet bestaat. Dat is vreselijk. Vreselijk beklemmend en benauwend. En ik weet uit eigen ervaring hoe dat is als je als jong kind niet jezelf kunt zijn. Vandaag staan we hier in de eerste plaats voor de ernstige situatie in Hongarije, maar het speelt ook in andere landen. Ik maak me ook zorgen over de jongeren in Polen. Daar heeft onze community het ook heel erg zwaar. En het is tijd dat wij ons uitspreken. En wij hier doen dat natuurlijk. Maar met wij bedoel ik een veel grotere groep. Niet alleen hier bij dit heel belangrijke homo-monument, maar ook als één Europa moeten we een vuist maken tegen deze wet. Deze wet is niet alleen anti-LHBTI, maar wat mij betreft ook anti-Europa. Omdat het haak staat op Europese waarden als vrijheid en gelijkheid. Want laten we niet vergeten, LHBTI-rechten zijn mensenrechten. En wat mij betreft horen dit soort mensenrechten schendingen niet thuis op ons continent, op ons mooie Europa. En daarom ook mijn oproep. Binnenkort komen alle Europese leiders samen. En wat mij betreft moeten zij, en wat D66 betreft, moeten zij stuk voor stuk Hongarije aanspreken op dit middeleeuws gedrag. Sterker nog, we moeten Europees geld dat naar landen gaat waar de rechtsstaat zo fundamenteel beschadigd wordt, zoals Hongarije, zoals Polen, dat geld moeten we zo snel mogelijk stopzetten. En daarom ben ik ook blij dat hier vanmiddag meerdere vertegenwoordigers van onze landelijke politiek zijn. Ik zag mevrouw De Haan, mevrouw Bloemen zag ik ook al. En aan ons de taak om dit geluid wat wij hier vanmiddag met elkaar maken mee terug te nemen naar Den Haag. En een heldere boodschap af te geven dat we afstand moeten nemen van dit soort middeleeuwse Hongaarse praktijken. Over 3 weken ga ik zelf naar Hongarije. Ik ga erheen om aan de community daar te laten zien dat wij ze niet in de steek laten, dat wij ze zien. En ik ga daar ook heel graag in gesprek met voorvechters van LHBTI-rechten vanuit heel Oost-Europa. In het kader van de Budapest Pride zal ik daar uitgebreid met hen in gesprek gaan en uitgebreid laten zien dat wij hier vanuit Nederland, wij hier vanuit Amsterdam, vanaf het homo-monument, zien wat daar gebeurt en dat we dat niet accepteren. En vandaag staan we hier op een dag waarop de sport Europa bij elkaar brengt. En we spreken ons uit tegen LHBTI-discriminatie. Want hier in Amsterdam en daar in Budapest geldt wat mij betreft hetzelfde. Iedereen heeft het recht om zichzelf te zijn. Dankjewel. Woo!